Welkom bij Rechtstreeks uit de Raad. Deze eerste maand van 2017 praat de gemeenteraad over ambitieuze plannen voor het gebied hier rondom het station van Dordrecht. Dan gaat het om een plek waarbij we zowel kijken naar hoe de ontsluiting gaat plaatsvinden van zuid naar noord, hoe het station beter kan worden verbonden met de binnenstad en alles wat daar zoal voor nodig is. Daar praat ik over met Rick van der Linden, wethouder die over vervoer gaat. Ja. En in dit geval dus eigenlijk ook een beetje over de inrichting van de stad. Ja. Ambitieuze plannen. Ambitieuze plannen. Je wijst het goed aan. We hebben een hele mooie oude binnenstad, een hele mooie stad eromheen. En het spoor is natuurlijk ooit aan de rand van de stad aangelegd. Daar zijn we heel blij mee. Wordt goed gebruikt en wij vinden dat er allerlei plannen of allerlei activiteit nodig is om het spoor beter te maken. Maar ook om het gebied zelf weer een plus te geven. Ja. En dan gaat het om het park, het gaat om de interwijkverbinding en een aantal andere dingen. Ja, ambitieuze plannen die gaan voor de wat langere termijn. Het idee is om over pak een beetje zo'n 10 jaar iets ten uitvoer te brengen wat wel heel bijzonder is. Ja. Namelijk een veel betere fietsverbinding vanuit het zuiden richting de binnenstad. Ja. En daarvoor zou deze voetgangerstunnel, die nu wordt gebruikt voor het station alleen, om daar een openbare publieke fietstunnel van te maken. Nou ja, dat zou geweldig zijn. Als je op die manier weer de verbinding tussen de stad en of tussen de binnenstad en de rest van de stad kan maken, ja, dat zou heel goed zijn voor de stad. Ja. En ook voor het station. Nou, dat betekent, je zou zeggen, een relatief eenvoudige ingreep, want de tunnel is er al. Ja. En ik kan me voorstellen dat je dan hier met dit fietspad waar je aankomt, vanuit het zuiden, Sterrenburg en die wijken, hier zo die tunnel in rijdt. Ja, en dan aan de andere kant van het station terecht gaat komen. Ja, dat zou kunnen. Betekent wel, want het vreemde in de stationslocatie is dat eigenlijk het privégrond is geworden van ProRail en van de NS. Ja. Dat betekent dat als dit een publieke doorgang wordt, dat je een andere entree moet hebben voor het station zelf. Ja, ja. En die wordt gesitueerd eigenlijk een beetje ter hoogte van het stationsgebouw. Ja. Maar dat zou dan moeten gebeuren met een... In de huidige plaatjes wel, maar goed, wat ik zei, we hebben nu gewoon een aantal dingen met mensen verkend. Het kan ook andersom, hè, dat je hier wel naar binnen gaat en dat je over het spoor heen gaat voor de interwijk. Maar we willen in ieder geval die verbinding tot stand brengen. En hoe, dat is vers 2. Ja. Nou, dat is nog voor de lange termijn, 10 jaar. Ondertussen vraagt deze situatie natuurlijk sowieso op korte termijn al om verbeteringen. Ja. Want eerlijk gezegd is het hier een beetje een ratje toe. Ja, dat is gewoon waar. Wat kun je nou op deze plek doen om de situatie veel aantrekkelijker te maken voor mensen om en van het station gebruik te maken? Bijvoorbeeld om een auto te parkeren, fiets te parkeren. Ja. Nou ja, je ziet het eigenlijk om je heen. Hè? Als je hier een passer trekt en 100 meter rondom kijkt, dan gebeurt hier van alles. Maar op allerlei gebieden kan het ook veel beter. Ja, het fietsparkeren is natuurlijk het eerste voorbeeld wat je ziet. Ja. Er wordt heel veel gefietst in Dordt. Dat vinden we heel fijn. En aan de centrumkant is een hele goede fietsenstalling. Hier was het ook ooit voldoende, maar hier moet echt wat gebeuren. Daar hebben we ook geld voor gereserveerd en we zijn bezig met het gesprek om te kijken dat er ook andere partijen daarmee meedoen. Tegelijkertijd zie je hier een heel mooi park, het Wijzigpark, in 48 aangelegd. Nou, het is een hele mooie plek met Wijzig vlakbij, met allerlei andere ontwikkelingen er vlakbij. Maar ja, het is niet altijd een prettige plek en het is sowieso ook een wat verrommelde plek. En het park zelf moet ook wat aan gebeuren, want de drainage is niet overal in orde, dus daar willen we ook in investeren. Veel wateroverlast, maar ook sociaal onveilig. Zo ervaart men het althans. Horen we vaak, ja. En dat kan je door middel van bijvoorbeeld betere verlichting, precies, het goed snoeien van van het groen. Beetje anders ontsluiten. En ook dat je vanaf de verte al ziet van, hey, daar is het station, daar moet ik daar kun je van alles aan doen en dat willen we ook op gaan pakken. Een ander belangrijk punt is dat het stationsgebouw, zoals het nu is, een beetje haar functie lijkt te hebben verloren. Ik kan me herinneren, vroeger, wat deed je op het station? Wachten op je vriendinnetje of zo. Kijk. Kopje koffie erbij. Ja. Het was eigenlijk de place to be. Ja. En die functie is verdwenen. Daar zijn ook plannen voor. Zullen we daar eens gaan kijken? Daar gaan we eens naar kijken.
Nee. Nou, dit is dan dat prachtige stationsgebouw van Zeker. Dordrecht. Uit 1872. 1872, 150 jaar oud ja. bijna. Ja. Vroeger geroezemoes. Ja. Ja, nu eigenlijk een beetje een stille ruimte geworden. Ja, dat vinden we ook. Kijk, zo'n plek is natuurlijk, zou een centrum moeten zijn van inderdaad lawaai en dingen die er gebeuren. Dus ik denk dat daar veel meer mee kan. En dat zie je ook op meer stations, ja. Plekken in het land. En nou, daar willen we graag het gesprek over aangaan of dat ook hier niet kan gebeuren. Ja, met wie ga je dan het gesprek aan primair? NS. Gaan we mee praten, hebben we ook al mee gepraat. En daarnaast ook met allerlei andere partijen, ook met de provincie, met ProRail. We praten ook met iedereen die iets om de omgeving van het gebied doet. Ja, en dan een ontmoetingsplek. Eigenlijk het verlengde een beetje van de binnenstad. Ja. Of de eerste aanraking. Nou ja, voor veel mensen is dit natuurlijk de eerste aanraking met de stad. Hè? Want ja, je ziet wat er gebeurt in het museum, heel veel mensen. Waarvan heel veel mensen ook uit het land komen. Je ziet het op allerlei manieren als mensen de stad binnenkomen. Dat doen ze vaak per trein. Ja, dan is het mooi als je hier ook echt welkom voelt. Ja, over welkom voelen. Dan zou je in deze ruimte zijn. Ja. En dan kom je hier. Ja. Ingrijpend hier zou kunnen zijn dat de voetganger meer de baas gaat worden op ja, dit gebied. Ja, dat zou op een gegeven moment kunnen, maar... Zoals het nu is ingericht is het wel goed en het ziet er heel mooi uit, dus we beginnen aan de zuidkant. Juist. In ieder geval de plek waar het gaat gebeuren. En dan langzaam dit ook ontwikkelen. Ja. Totdat we uiteindelijk van zuid naar noord kunnen nou ja, en vice versa. Die interwijk vinden we wel heel belangrijk. Want dat is echt een lastige, ja dat zie je natuurlijk ook in heel veel andere steden, dus dat is echt lastig. Dat zo'n spoor natuurlijk de stad heel goed ontsluit, maar dan ook echt een beetje in de weg ligt als het gaat om de verbinding tussen... De centrumkant en de zuidzijde. Ja. Hoe reëel is het om te denken dat we vanaf 2025 inderdaad deze ja. prachtige nieuwe verbinding hebben? Nou, zoals heel veel andere steden zijn ook wij aan het nadenken over wat voor stad gaan we nou tegemoet. Hè? En daar denken we over na samen met partijen in de stad, maar ook met NS en ook met ProRail en ook met de provincie en andere overheden. Dus, ik denk wel dat daar kansen zijn en daar willen we ook zelf ons best voor doen, ook met andere partijen samen. Spijtboulevard gaan we ook herontwikkelen. Ja, dan worden we wel een stad mee die zich echt op elkaar zet. Ik hoop het met u. Zo is het. En wij gaan luisteren naar een aantal gemeenteraadsleden. Wat vinden zij van de plannen? Vinden ze realistisch? Ja of nee? Jeroen Heijer, jongerenraad. Jullie adviseren de gemeenteraad alweer een tijdje over allerlei onderwerpen die ook met name jongeren aangaan. Jullie hebben hier nu ingesproken over het stationsgebied. Jullie hebben een enquête gehouden onder jongeren. Waar hebben jullie op gelet? Nou, we hebben op een aantal zaken gelet waarbij we voornamelijk focus hebben gelegd op onder andere veiligheid en voorzieningen. En daar hebben we ontzettend veel feedback op gekregen. Wilt u gelijk dat ik dat toelicht? Heel graag. Okay. Nou ja, op veiligheid hebben we eigenlijk voornamelijk de feedback gekregen dat men zich overdag wel veilig voelt. Achter het stationsgebied heb ik nu over, de zuidkant, de achterkant. Maar dat 's avonds dat er toch wel een gebrek is aan verlichting en dat er wel behoefte is aan meer straatlantaarns. Waardoor men zich toch wel wat veiliger zou voelen. En daar zou dus heel veel baat bij zijn. Ja. De gemeenteraad heeft in haar eigen notitie ook iets in die strekking al wel opgeschreven. Het gaat met name om sociale veiligheidsgevoel. Mm-hmm. Misschien niet eens zozeer om de veiligheid feitelijk. Hoe zien jongeren het verschil tussen het gevoel van veiligheid en concrete onveiligheid? Ja, nou dat hebben wij dus zelf ook onderzocht. En we hebben inderdaad zelf ook gezien van ja, als je gaat kijken naar die objectieve veiligheid. Hè, het is niet zo dat het een bizar gevaarlijk terrein is. Maar dat neemt niet weg dat mensen zich daar niet veilig voelen 's avonds als ze daar over straat lopen. En wij vinden dat ook belangrijk. Hè? Wij vinden het ook belangrijk dat mensen zich gewoon veilig voelen op het moment dat mensen 's avonds ergens lopen. Meneer Tibos, plannen, grootse plannen voor de ontwikkeling van het stationsgebied. De komende 10 jaar zo'n beetje allemaal in uitvoering gaan komen. U heeft een aantal fundamentele punten. Ten eerste gaat het om een intercity station. Blijft het dat wel?
Nou, dat is nog onduidelijk. Hè. Er wordt wel in die stukken gesproken over hoogwaardig vervoer, maar geen definitie wat dat is. Dus daar vinden we sowieso dat we daar een uitspraak van moeten krijgen. Prima om te investeren, moet ook wat voor terugkomen. Betekent het dat als Dordrecht de intercity-status helemaal zou verliezen, dat u denkt van nou dan zijn die grootse plannen eigenlijk ook niet nodig? Nee, want dat hele gebied dat heeft echt wel een opknapbeurt nodig. De tekeningen zijn gepresenteerd. We kennen allemaal het wijzigpark. We weten hoe slecht verlicht dat het is. Het is zeiknat op zijn Dordts gezegd. Daar moet echt wat gebeuren. En ook de ontsluiting nu met die poortjes. Mensen kunnen niet van de ene naar de andere kant op een goede manier. Fietsers moeten goed gefaciliteerd worden. En als het gaat over waar zet je die fietsen dan neer. Dat is nu één grote bende. Er moet echt een oplossing komen. Wij zijn op dit moment met name benieuwd naar de plannen op korte termijn. Omdat wij gewoon problemen zien aan de zuidzijde van het station. Die menig bezoeker wellicht bekend in de oren klinkt. Dat is toch het gevoel, je voelt je daar onprettig. Het is daar donker, het is een gevoel van onveiligheid. We hebben wateroverlast in de parken. De fietsenstallingen zijn rommelig, staan heel veel vol. Wij zien liever dat dat soort plannen op korte termijn worden gerealiseerd. En dan gaan we daarnaast denken wat er verder met dat gebied zou kunnen. Maar het idee dat er een fietsroute gaat komen, aanvullend op de routes die er al zijn richting binnenstad... Wat denkt u daarvan? Ja, er staat ook nog een enorme ontwikkeling op de planning voor de Spuiboulevard. Nou, dat hangt hier allemaal mee samen. Er is nooit gebrek aan plannen. Ik vind wel dat we in acht moeten nemen wat nu voor nu al het belangrijkste is. En dat is echt dat de mensen daar aan de zuidzijde van het station een prettige verblijf hebben. Maar u heeft ook wel een kritische kanttekening. U zegt als je met name zo'n fietsroute bezig gaat, kijk dan ook goed in de wijdere omgeving wat dat betekent voor de verkeerscirculatie. Ja, de verkeersproblematiek die moet zeker eerst bekeken worden voordat je eigenlijk begint aan een lange termijn plan. Want er zitten plannen bij dat er aan de voorkant, de noordkant dus, daar 30 kilometer zones. Dit soort plannen liggen er ook. Kijk, en dan moet je dat eerst van tevoren toch goed gaan bekijken. Kan dat wel? Is daar animo voor? De problematiek moet daarin duidelijk zijn. Op het moment dat je aan die binnenkant daar nu iets gaat veranderen, bijvoorbeeld wat ik heb gelezen, voorstellen om een deel autoluw te maken of 30 kilometer, dan heeft dat impact op het totaal. Dus dan moet je weten, waar blijf je dan met die auto's, met die vrachtwagens, met dat hele vervoer. Moet je nu doen. Hè? Als je er nu over nadenkt, dan kun je vervolgens alles wat je nog wil. 10 jaar hoor ik u zeggen. Ik heb zelf het idee dat dit nog wel langer gaat duren. Maar dan heb je in ieder geval die hoofdassen, die heb je toekomstbestendig gemaakt. Ja. Een ander punt waar jullie naar gekeken hebben is naar de functie van het huidige stationsgebouw. Jullie hebben daar prachtige plannen voor. Ja, dat is eigenlijk ons grootste speerpunt, ons grootste focuspunt. We zouden het ontzettend fijn vinden als er wat meer levendigheid zou komen in dat station. En dan voornamelijk het grote hoofdgebouw van dat station, waar ontzettend veel mogelijk zou zijn. En ja, dat wordt nou eigenlijk helemaal niet benut. Op het moment dat je daar binnenkomt, er zijn misschien 2 mensen die daar verdwaald rondlopen. Maar er zou zoveel meer kunnen als je daar bijvoorbeeld een stationshuiskamer zou maken met voorzieningen zoals ontzettend relaxte stoelen. Als je oplaadpunten hebt voor je telefoon of als er een wifi-netwerk zou zijn. Allemaal van dat soort voorbeelden wat het gewoon een stuk aangenamer zou maken om daar te verblijven. En met dat uiteindelijke doel dat jong en oud elkaar daar zou kunnen ontmoeten. En wat de wacht op trein ook gewoon een stuk aangenamer maakt. En gewoon een stuk levendigheid in dat stationsgebouw. Ja, wat opvallend was, u heeft geluisterd naar het verhaal van de jongerenraad. En u was erg enthousiast dat ook de jongerenraad gewoon meedenkt met die ontwikkeling bij het station. Ja, en ik hoop dat ze dat nog langere tijd kunnen gaan doen. En dat ook in die alliantie van Noord-Zuid, dat ze daarbij betrokken worden. Want uiteindelijk, het is een lange termijn planning. En hun zijn jong en hun moeten ermee gaan leven. Dus wij vinden het erg belangrijk dat hun ideeën daarin terechtkomen. Grootse plannen voor het stationsgebied. Als ik naar de raadscommissie heb geluisterd, dan denk ik dat iedereen uiteindelijk wel enthousiast is over het idee dat daar die plek bij het station grondig wordt aangepakt. Heel erg duidelijk waren de raadsleden nog niet, en dat is misschien ook wel logisch, want de plannen zijn nog in een heel pril stadium. Duidelijk is wel dat men prioriteiten wil. Eerst het wijzigpark goed aanpakken, zorgen dat het daar een veiligere omgeving wordt, dat je je fiets daar goed kwijt kunt. En wat er daarna gebeurt, dat zien men dan wel.
En dat gaan wij ook doen. IJs en wederdienende volgen we het traject de komende jaren, de ontwikkeling van dit gebied. We zijn benieuwd, samen met u hoop ik. Dit was het in ieder geval voor nu, rechtstreeks uit de Raad. Tot volgende week.